sluiten ze zometeen in de ministerraad de stekker eruit te trekken vanwege de toeslagenaffaire. Dat zou betekenen dat ze in de coronacrisis verder moeten met een demissionair kabinet. De vraag of het echt zover komt, wilden de kabinetsleden gisteravond nog niet beantwoorden. Ik heb gisteren ook gezegd, daar ga ik niet over praten met de media. Dat gaat simpelweg doen omdat ik voorzitter van de ministerraad ben. En ik het correct vind dat we die discussie echt eerst intern voeren. Nou, we gaan morgen in de ministerraad daar verder over spreken. We hebben wel vastgesteld met elkaar wat die lijn in de ministerraad morgen zal worden. Vindt u dat het kabinet moet aftreden? Daar hebben wij morgen, bespreken we dat in het kabinet en wij zijn daar duidelijk in. Ja, we zijn daar duidelijk in. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Maar ze zegt het niet. Ze zegt niet, maar we zijn er wel heel duidelijk in. Ja. Maar betekent dit, als we het zo horen, dat ze er eigenlijk dus al uit zijn? Ja, zeker. Er is de afgelopen dagen natuurlijk ook veel intern beraad geweest. En men heeft die externe druk vanuit de samenleving en misschien ook vanuit de media ook wel tot zich genomen. Hoewel ik me afvraag of, zeker gezien de opiniepeilingen, de Haagse werkelijkheid van een massaal collectief aftreden ook zo de noodzaak daarvan gevoeld wordt in de samenleving. Want je zag peilingen waarin ze zeiden, ja, er moet wel politieke verantwoordelijkheid genomen, maar het hele kabinet hoeft niet weg. Maar zoveel smaken zijn er inmiddels niet meer. Nee, maar wat geeft dan voor hen, voor sommige coalitiepartijen dan toch de doorslag om op te treden, als ze daar dus electoraal misschien niet zoveel aan hebben? Nee, en nou ja, het is een combinatie van dingen. Er zal oprecht verdriet zijn en schok over de inhoud van het rapport. Hè, wat we de afgelopen maanden en jaren natuurlijk ook allemaal wel hebben kunnen zien in de onthullingen die er waren, in de verhoren, de achter jou geprojecteerd over hoe dat, wat de mensen het allemaal verklaard hebben. En vooral de huilende ouders in de media die zoveel ellende hebben meegemaakt. Wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat de verkiezingsdatum al vaststaat. Dat we al min of meer in het verkiezingsreces zijn. Dat begint volgende maand al. En daardoor maakt het voor kabinetsleden ook de stap een stuk makkelijker om te zeggen van oké, dan verlengen we onze demissionaire status. Want dat is in feite wat er gebeurt. Ja. Demissionair zouden ze sowieso worden over 2 maanden. Ja, maar denk je dat het vertrek van Asscher de druk nog heeft opgevoerd, Samira? En nee. Ja, het is op donderdag gebeurd. Het is vandaag vrijdag. Maar ik denk dat zonder Asscher het kabinet ook de verantwoordelijkheid genomen. Dat is heel erg goed, dat is duidelijk. En ik kan echt wel stellig zeggen dat het kabinet valt. Ja, maar dan gaan ze dus demissionair verder. Wat betekent dat dan, Wouter? Verandert er dan echt helemaal niks? Kunnen ze alles nog gewoon zoals nu ook? Hoe zit dat? Nou, gegeven het feit dat het al bijna verkiezingstijd is, zal er in de praktijk denk ik niet heel erg veel veranderen. Normaal, als een kabinet valt bijvoorbeeld midden in de periode, dan komt de Tweede Kamer bij elkaar en dan maken ze in overleg een lijst van controversiële onderwerpen, waarvan ze bijvoorbeeld wetsvoorstellen, waarvan ze zeggen, ja, die gaan we pas behandelen op het moment dat er een nieuwe Kamer zit, omdat het nu weet nog niks hoe dan de Kamer over een paar maanden eruit ziet als er verkiezingen zijn geweest en of men dan dat wetsvoorstel nog goedkeurt. Nou, daar is nu op dit moment natuurlijk geen sprake van. Het kabinet zit al in zijn laatste fase. Het enige waar we natuurlijk nu aan denken is het aanpakken van de coronacrisis. Ja, want ik denk dat dus ook wel angst is bij mensen thuis. Van, ja. Kunnen ze daar dan nog wel daadkrachtig precies in optreden? Is de boodschap net zo duidelijk van een demissionair minister-president? Ja, het is een begrijpelijke vraag. En ik denk dat mensen wat dat betreft wel iets gerust kunnen stellen. Het coronabeleid van de afgelopen maanden, van het afgelopen jaar eigenlijk, heeft eigenlijk voortdurend op vrij grote kamermeerderheden kunnen rekenen. Dat was natuurlijk af en toe wel kritiek, maar zelfs ook partijen als de PVV steunen de grote lijnen wel degelijk. Ja. Omdat men ziet dat de crisis moet worden aangepakt. Ik verwacht niet dat daar heel erg veel gaat veranderen, hoewel je in de coalitie bij sommige partijen nog wel enige angst hoort als het bijvoorbeeld gaat om de avondklok. Een partij als D66 daarvan heeft verklaard, dat willen we niet. En de vraag is of ze dat gaan volhouden. Je zag Rob Jet al wat terugtrekkende bewegingen maken inmiddels deze week. Maar hele controversiële dingen, daar zou nog rumoer over kunnen ontstaan. Maar de grote lijnen, dat blijft gewoon doorgaan. En, Samira, jij bent nu VVD-lid, maar je hebt natuurlijk in de Kamer gezeten voor de PvdA. Ook ten tijde dat Balken en de Vier een tijd demissionair was. Maakte dat iets uit? Nou ja, wat Wouter al zei, er worden dan op dat moment afspraken gemaakt over controversiële onderwerpen. Hier gaan we nu niet meer over. Alleen de grote zaken en inderdaad corona en de aanpak van corona en
Nederland letterlijk beter maken. Dat gaat gewoon door. Ja. En er zullen hier en daar wat discussies zijn, ook in de Kamer. Dan moet Rutte ook echt zijn best doen om de komende maanden ook oppositiepartijen mee te krijgen. Maar de grote beslissingen, demissionair of missionair, we moeten gewoon door. Ja, en dan zometeen rond een uur of 10. Dan is het zover, dan komen die ministers daar allemaal aan. Dan gaan ze met elkaar praten. Hoe zal zo'n ministerraad nou verlopen op zo'n toch een gekke dag als vandaag? Nou, mijn vermoeden is, en dat hoor je ook wel uit de coalitie, dat het belangrijkste wat ze toch vandaag willen doen is niet aftreden, maar zorgen dat ze die kabinetsreactie op het rapport goed afronden. Dus de inhoudelijke reactie hebben we dan ook. En dat je dus echt met een pakket komt waarin je laat zien als kabinet dat je het rapport serieus neemt. Dat je wat gaat doen, of eigenlijk nog meer gaat doen aan het verzachten van de pijn voor de gedupeerde ouders. Maar dat je ook met een pakket komt wat aangeeft dat je hebt geleerd van wat er in het rapport staat. En dan gaat het bijvoorbeeld om de informatievoorziening richting de Tweede Kamer, maar ook richting de journalistiek. Ja. Als dat achter de rug is, dan kan de discussie beginnen over oké, en welke politieke consequenties trekken die uit. En dat hoeft dan denk ik niet eens meer zo lang te duren. Ja, dat vraag ik me natuurlijk af. Wanneer weten wij het allemaal? Wanneer hebben wij het antwoord op die vraag? Mijn educated guess is dat we dit in de loop van de middag dat er wel helderheid komt. En dat men dan vervolgens gaat nadenken van wat is een goede spreeklijn namens ons allemaal die premier Rutte kan uitspreken als hij tekst en uitleg geeft over de val. Nou, naar alle verwachting dus. In de loop van de middag, volgens Wouter de Winter, zouden we misschien meer weten. Zometeen dan gaan we